PSV 2014 gaat de boeken in als een zonnige en drukke editie. Het was de 116e editie van de PSV tentoonstelling. Met 151 dikbillen waren er veel meer inzendingen dan vorig jaar. Schagen TV ging al vroeg op pad. Zo, goedemorgen. Iets na vijven. Tjongejonge, we zijn vroeg vanmorgen. We zijn richting Westerland gereden naar de stal van Piet Otters. Piet Otters, goedemorgen. Goedemorgen. Vroeg het te veer, hè, voor de paasvee. Oh ja, als je vroeg begint, een lange dag, kan je veel doen. Ja, daar heb je gelijk in. Ze gaan de vrachtwagen inladen. Hoeveel stuks heb u dit jaar mee naar de paasvee? We nemen er 9 mee. 9 stuks. En wat voor slachtvee is dat, mannelijk of vrouwelijk? We hebben 2 weidevee, jongvee en 7 stieren. 6 stieren, zeg verkeerd, en 1 koe. Ze worden nu ingeladen, kan de camera het zien? Dat was een beste die net de wagen ging met Otters. Ja, een beste stier. Een topstier. Wat is een topstier? Ja, hij ziet er heel mooi uit. Ik heb er geen verstand van. Ja, hij is dik bevleesd. Het is een mooi zware, volle stier. Wat is zwaar, zo'n stier? Ja, wat weegt deze stier? Die zal gewoon aan een ton wegen, denk ik. Wat is zo'n beest dan? Die is 28 maanden. 28 maanden? Ja. Oké. Okay. Ruim 2 jaar. U zei net van de beste zal winnen. Ja, dat doen de keurmeisjes, daar kunnen wij niks aan doen. Ik bedoel, je hebt die voorkeuring en hoe loopt de voorkeuring en hoe werkt het allemaal. Ik bedoel, je moet ook een beetje geluk hebben. Nou, we komen direct weer tegen op de markt, denk ik. Jawel, jongens gaan met de veewagen mee. Die gaan afspoelen en ik kom even wat later, binnen een uur of 7. Ruim 6:10 op deze woensdagmorgen op de markt zijn we aangekomen. En een van de laatste jaren dat de paasvee, dat die dus opgebouwd moet worden door vrijwilligers. Het laatste jaar is het geloof ik dat de gemeente nog zijn medewerking verleent. En dit jaar zijn de eerste vrijwilligers al actief. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer De Wilde. Jouw naam is? René Kolle. René Kolle, ben jij een van de eerste vrijwilligers bij de opbouw van de paasvee 2014? Nou ja, ik doe mijn best, hè. Wat houdt dat precies in? Hoeveel dagen ben je mee bezig om dit allemaal op te bouwen? Ja, gisteren zijn we bezig geweest met houtwerkplaatsen, hekkenplaatsen. En de markt in orde te maken voor zeg maar alles wat er gaat gebeuren vandaag. En zoals je ziet komen de eerste koeien nu binnen en zijn we reclamemateriaal aan het ophangen. Hoeveel vrijwilligers zijn er vanmorgen actief? Nou, ik denk dat er nu wel een stuk of 10, 15 al actief zijn. En dat is alleen maar met de paasvee, denk ik. Het zijn ook altijd dezelfde die je ziet, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Kooi. Willem. Meneer Kooi, ook een vrijwilliger? Ja, helemaal hoor. Al jaren. Al jaren? Ja. Ja, dus je zit ook in het je bent lid van de vereniging, hè? Ja, dat ben ik zeker, ja. Nog niet, geen erelid? Nog geen erelid. Dat duurt nog een tijdje. Gelukkig wel. Wat moet er gebeuren? Moet even die reclame wel gaan ophangen. Ja. En dan ben we wel even 1,5 uur mee bezig. Jij zal de komende jaren nog wel vrijwilliger blijven, denk ik. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Dit moet ook weer door vrijwilligers dus vanmiddag afgebroken worden. Hoe laat is het ongeveer? Even kijken, dat gaat gebeuren om 2 uur, 2:15. Maar dan help jij toch even, of niet? Als ik even tijd heb, kom ik even in de buurt. Oh, oké, okay. Nee, dat is goed. Succes. Hey, dankjewel. Hè. Meneer Korver, dat zand, dat wordt elk jaar door de firma Spaanse hier neergelegd, hè? Ja, ja, ja. Dat is een beetje traditie geworden, hè? Dat is een jaarlijkse traditie. Dat wordt belangeloos hier neergelegd, hè? Dat wordt uiteraard belangeloos wordt het neergelegd. Ja. En het is een beetje voor de uitloop van de koeien en daarvoor de ring voor het uitglijden. Ja. Is dit speciaal zand? Speciaal zand. Vroeger heette het stierenzand. Toen werd het gewonnen uit het gat van de stier, bij Texel. Okay. Tegenwoordig is de benaming is drainagezand. En waar komt dit vandaan? Dit komt uit de Noordzee vandaan. Hey, Jaap, hoeveel keer is dit? Ik zou het niet weten. 125e keer? Nee, geen 125e keer, maar ik heb het al wel heel wat jaren gedaan. Ja, je bent er weer mooi thuis bij, hè? Ja, ik was er vanochtend om 4:15 was ik hier. Het is nu even wat na 6, maar ik zie nog geen wagens hier op de rensgast staan. Die kunnen wij ook niks aan doen. Daar kun je niks aan doen, nee, natuurlijk. Wij hebben liever dat het zo vlot mogelijk verloopt. Ja. Want toen is het gauw bij je klaar, want om 9 uur dan is er opening. Ja. Dan moet alles klaar wezen, Jaap. Moet alles klaar wezen, maar ik heb het wel gehad dat ik hier om 9:30 nog stond. Ik denk dat je dit jaar ook wel wat later zal wijzen, want er komen ook een hoop meer beestjes op de markt, hè? Ja, nou, dan moet je wel even eerder komen. Ja. Maar dit kunnen wij ook niks aan doen. We
Want dan wachten, we komen er misschien nog even bij terug. Okay. Nou, het is tegen 7 vanmorgen en we lopen even over de markt heen te wandelen. De meeste kooplui zijn er nog niet, maar hier, we komen nu in de Molenstraat en we komen er een eentje tegen, die is vroeg uit de veren. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie heb ik het genoegen? Met Wim Gerrits. Hey Willem, waar kom je vandaan? Ik kom uit Huis ter Heide, bij Utrecht. Bij Utrecht. Vanmorgen vanuit Utrecht vertrokken, dat is ruim 1,5 uur rijden. Ja, klopt. Hey, wat is je marktwaar vandaag? Ik sta met herenshirts. Met herenshirts. Voor het voorjaar? Ja, nu wel. Ja, ja, ik heb voor de zekerheid ook wat vesten meegenomen. Maar over grote deel is het voorjaarscollectie. Hey, wat brengt je toe om hier te gaan staan? Had je wel eens eerder hier gestaan? Ja, in het verleden ben ik hier wel eens geweest. Toen was voor mijn handel niet zo'n succes. Maar toen had ik ook wat andere spullen. En ik verwacht het met dit spul wel wat beter te gaan doen. Wat is nou belangrijk voor jou om goede zaken te doen vandaag? Heb het met weer te maken? Ja, weer is wel een eerste vereiste. Zo gauw het koud is, dan willen de mensen niet passen. Lopen ze ook snel de markt over natuurlijk. En je merkt wel als het zonnetje erbij is. Dan pakken ze een bakje koffie, mensen zijn wat vrolijker gestemd. Nee, dat is, voor iedereen is dat denk ik beter. De paasvrijmarkt kom je al heel wat jaren, zijn net. Wat verkoop jij precies? Ik verkoop wenskaarten. Gewoon degelijke wenskaarten die je eigenlijk niet zo vaak ziet in de winkels. Want die hebben alleen maar van die geinkaarten. Die grote kaarten van de duurdere merken. Dat je 2,95 tot 4 euro voor een kaart kwijt bent. En voor datzelfde geld heb je er hier al 7. Dus jij hebt een stukje specialisme heb jij op je stal staan? Je kan zeggen specialisme. Het is eigenlijk old school. Hè? Papieren post. Maar dat heeft ook wel voordelen. Want als iemand in het ziekenhuis ligt en het is ernstig, dan voldoet niet een likeje of een postje op Facebook. Dan wil je iets persoonlijks schrijven. En dat gaat meestal niet, want dan wordt het geshared door 22.000 anderen meteen. Heb je wel eens leuke dingen hier aan de kraan van mensen die bepaalde kaartjes willen hebben? Ja, dat ze helemaal verbaasd zijn dat het A, dat ik het heb en B, dat ze eraan kunnen komen. Zeg maar een kind voor een kaart voor een achterkleinkind. Nou, die heb ik dus ook. Hoeveel soorten kaarten heb je hier nu op dit moment? Poeh, ik schat tussen de... Moet ik even nadenken, want ik kan niet eens alles kwijt op de kraan. Ik schat 3000 verschillende. Verschillende kaarten die je hier vandaag kan krijgen? We hebben nu de paaskaarten bij ons, want het is over 2 weken Pasen. En vooral mensen die familie hebben in Oost-Europa, die zijn daar dol op, want die kunnen ze bijna nergens krijgen. Je bent gespecialiseerd in het verhuren van elektrische fietsen en scooters het aankomende seizoen. Ja, met name scooters en elektrische fietsen en inmiddels ook gewone fietsen, want ook daar is toch wel vraag naar. En ik heb daar een leuke actie voor volgend weekend, paasweekend. Met de bloemendagen, dan als mensen voor aankomend weekend reserveren, krijgen ze 10% korting. Om op de scooter of op de fiets langs de Bloemendagen in Annaplan op Rijsand te gaan. Leuk idee. De mensen weten je ondertussen te vinden. Je zit op de Fokkerschagen. Het is, even kijken, het rond 8:30. Hoe gaat het? Loopt alles, Willem? Het loopt tot nu toe perfect. Koeien worden vlot gelost, vlot gewassen en geen aparte dingen. Dus we zijn zeer tevreden. Ik ben even op de Nieuwstraat geweest bij de loonwerkers. Dat ging ook allemaal heel vlot. Er was een nieuwe inzender die zei van, wat gaat het allemaal gedisciplineerd hier zo? Ik zeg, nou ja, goed, de meeste mensen die komen hier ook al jaren, dus ze weten hoe het handigste gaat. Dus nee, we zijn zeer tevreden. Het weer, dat ziet er goed uit. Dus, het zonnetje begint te schijnen. Ja, als het straks boven de huizen uitkomt. Je ziet er ook relaxed uit, vind ik, als voorzitter. Alleen één puntje, als ik het goed begrepen heb, is het dit jaar voor het laatst dat de gemeente medewerking verleent, hè? Dat klopt, ze bouwen het nu al iets af. En volgend jaar krijgen we nog een kleine financiële ondersteuning en dan moeten we helemaal op eigen benen staan. Dat zal voor ons wel een, of het geeft nu al wat een verandering natuurlijk. Maar op deze manier kunnen we er wat geleidelijker naartoe groeien. Dus dat betekent meer inspanning voor ons en voor onze vrijwilligers. Ik heb vanmorgen al de eerste vrijwilligers gezien. Vrijwilligers die eigenlijk al jaren hier rondlopen. En die waren gisteravond waren ze al, dinsdagavond waren ze aan het werk. En vanmorgen vroeg alweer. Het houdt in dat de paasvrije in de toekomst meer vrijwilligers nodig hebben. Ja, dat zou het kunnen. Een andere manier zou kunnen dat we wat meer leden hebben. En als we wat meer leden hebben, dan hebben we wat meer financiële armslag. En dan kunnen we ook nog wat externe hulpen inhuren van, bijvoorbeeld van de bedrijfsverzorging.
Het is nu heel belangrijk. Heel veel duizenden mensen hebben plezier van de paasvee. Deze ene dag in Schagen. En de paasveevereniging heeft gevraagd, oproep gedaan of je lid wil worden van die paasveevereniging. Dat zou ons heel goed uitkomen. We hebben ongeveer een 600 leden en de contributie is nu 7,5 euro. Dus dat is, ja, is toch wel een substantiële bijdrage in onze begroting. Maar je zult begrijpen, als we er natuurlijk over de 1000 komen, dat het een fors scheelt voor ons. Dit wordt na de paasvee uitgezonden, maar als mensen lid kunnen worden willen worden van de paasvee, van die vereniging, waar kunnen ze zich vervoegen? Ik zou zeggen, kijk op de website bij onze penningmeester, moet ik zeggen. Ja. En je kan je zo aanmelden. De website is www.paasveeschagen.nl. Precies. De eerste paasvee in Schagen als burgemeester. Ja, en het is nu al leuk. Ik ben net even op de markt geweest en dan zie je al die prachtige dikbillen staan. De mensen eromheen, de activiteiten. Het is nu nog een beetje Schagen in opbouw naar de paasvee. En dat voelt al goed. Het weer is het ook maar, hè? Dat helpt ontzettend. Maar de stemming is ook goed. Ik spreek de mensen en die zijn al enthousiast. En ze zeggen, het gaat straks gebeuren, burgemeester. Dus ik ben heel benieuwd. We zijn ook langzaam samen aan het opbouwen. Dat er steeds meer vrijwilligers in dit evenement gaan meedoen. Daarom hebben we ook heel veel steun nodig van iedereen. Mensen die lid willen worden van de paasvee. Om ervoor te zorgen dat we ook makkelijk die 125 jaar halen. En gewoon op naar de 150, 200 jaar paasvee. Want dit moeten we wel behouden. Als burgemeester vandaag hoofd van de politie. Zijn er vandaag nog extra maatregelen te verwachten? Ja, we hebben goede afspraken gemaakt, ook met de horeca. Tot 12 uur de tap dicht. Daarna goed controleren, vanaf 11 uur gaan controleren op leeftijdsgrenzen voor wat betreft de alcohol. Om het evenemententerrein ook heen om te kijken of er mensen niet toch zelf alcoholische dranken meenemen. Vanaf de treinen wordt het goed gecoördineerd in de binnenstad zelf. Dus nou, ik heb er alle vertrouwen in dat het een gezellig evenement gaat worden dit jaar. Ja, was het ook perfect, dus het moet lukken. Daarom, het staat goed in de stijgers, dus we kunnen het alleen nog maar beter en nog maar mooier maken. Vanmorgen vrijwilliger bij de paasvee, bent u in het werk geweest? Ik heb er heel lang over nagedacht of ik vrijwilliger zou worden tijdens het schoonspuiten van de dikbillen. Maar ik ben toch tot de conclusie gekomen dat ik niet zo goed kan richten en ik heb afgezegd. Heb het niet een beetje te maken met de tijdstip om je bed uit te gaan? Nou, meneer de Wilders, zoals u weet ben ik bouwvakker en ik ga normaal om 5:30 al mijn bed uit. Dus dat is mijn uitslapen 7 uur. Ja, maar 5:30 zijn ze al lang klaar hier. Begin zijn ze al lang al begonnen. Nee, volgens mij zag ik bij jullie op de site dat ze om 7 uur begonnen met het schoonspuiten. Ja, ze waren al om 5:30 bezig. Hey, wat ga jij vandaag doen? Ben je met je gezin vandaag op stap? Nou, zoals je ziet ben ik met mijn vrouw en de kinderen zijn in school. En wij splitsen ons om 12 uur. En ik ga met een groep vrienden eerst een klaverburgertje eten. En dan gaan we bij Spoorzicht beginnen. En dan zakken we langs aan de markt af. Even een andere vraag. Ben je al lid van de vereniging? Nou, ik heb je gezegd, ik ga straks echt lid worden, want ik vind het eigenlijk wel heel leuk. We lopen nog even door Schagen heen, want er wordt natuurlijk veel thuis gedronken. Want 12 uur, dan mag pas de pomp open. Dus we kwamen hier binnen in de Diepenbrokstraat in Schagen. Wat is de reden dat jullie hier vanmorgen zitten? Ja, gewoon even gezellig ontbijten, toch? Ja. Is dat het enigste? Ja, en daarna een drankje doen. Een drankje op de markt. En jij? Ja, elk jaar doen we dit eigenlijk paasontbijt met z'n allen. Gewoon gezellig bij elkaar en voorbereiden, kletsen, eten en een lekker borreltje erbij. Wat is voorbereiden? Is dat speciaal voor de heren? Nee hoor, voor onszelf. Psychisch voorbereiden. Psychisch, ja. Ja, ik zie lekker zoet, hè? Ja, dit... Hey, wat vinden jullie trouwens van de prijzen dit jaar op de markt? 2 euro voor een drankje? Dat is wel een beetje belachelijk hoog. Eigenlijk. Maar ja, als het niet zo hoog is, dan kan het ook niet doorgaan. Aan de ene kant. Dus, het moet een beetje gesponsord worden. Ja, het moet een beetje meer gesponsord worden. Ik verklaar deze 116e paasvee tentoonstelling van Schagen hierbij voor geopend. Dank u wel. Rond de meer.
De winnaar van Paasvee, een van de categorieën, komt uit Renen. U bent? Roel van Dijk, vleesboerderij Binnenveld. Dit was de rit uit Renen waard? Ja, heel zeker. We gaan nu voor de zevende keer hier. En dit hebben we nog nooit gered, dus dat is gewoon geweldig. Dat is echt een bekroning van je werk. Zeker weten. En wat maakt dit een winnaar? Gewoon een heel extreem dikbul dier. En die perfect afgemest is. Dus iets waar een slager trots op kan zijn. Eerste keer in Schagen in de prijzen? Eerste keer, ja. Het Algeheel kampioen, de eerste keer. Ja. Vorig jaar zijn we reservekampioen geworden. De Algeheel, dat is de eerste keer. Dat is echt een geweldig iets. Ja. Dus. Met een blij gevoel terug naar Renen. Ja, heel zeker. Eerst nog een biertje? Nee. Nee, je moet ook een pasje rijden. 3-3-3. Maat 9. Stier van Sander van Duin. Kampioen stieren. Gefeliciteerd. Felicitaties voor Sander Duin. Van harte. Ja, dankjewel. Dank jullie wel. Super, hè? Super. Vorig jaar reservekampioen en nu nummer 1. Top. De felicitaties komen van alle kanten. Wat maakt... Felicitaties ook van de reservekampioen. Stef Klaver, wat maakt jouw dier de kampioen? De jury maakt de kampioen. Nee, vorm van de dag. Super, hè? Zijn net blij. Top. Heel blij. Top. Gefeliciteerd. Dankjewel. Stef Klaver, reservekampioen. Net niet. Nee, net niet. Heel jammer. Maar goed, het is Sander heel van harte gegund. En, terechte winnaar volgens de jury. En, wij vinden het uiteraard heel jammer. Want je stond met twee dieren in de finale. Ja. Maar ja, de beste moet winnen. En jury bepaalt. Dus, Sander gunnen we het van harte. Dus, Even goed een geslaagde paasvee. Ja, heel erg. Fantastisch weer. En onwijs een mooi beest. Nooit een stuk mooi vee gehad. En het is een hele geslaagde paasvee tot nu toe. Willem Keeson, de algemeen kampioen, heeft net zijn oorkonde gekregen. Blikken we terug op de dag. Geslaagde dag. Nou, we zijn bijna klaar. We krijgen hier nog het lint voor het mooiste dier van de dag. En voor ons is de dag meer dan geslaagd. Wij hadden het niet beter kunnen treffen qua organisatie, qua deelnemers, qua weer. Alles is vlekkeloos verlopen. We moeten nu nog opruimen. Goed, dat is nog een kleinigheidje. Wij zijn zeer blij als paasveevereniging. En dan vanavond lekker met z'n allen eten en een borrel. Eten en een borrel met alle vrijwilligers en burgemeester en wethouders. En dan zit Paasvee 2014 er weer op. En dan gaan we ons opmaken voor Paasvee 2015 op 25 maart 2015. Is dat alvast genoteerd? De kampioenen van vandaag, terechte kampioenen? Ik ben geen kenner op dit gebied. Okay, maar als 9 juryleden zich erover buigen, dan neem ik aan dat dit de goede kampioenen zijn. Wij hebben gemeend dat het beste beest voor vandaag is van slagerij Jos en Roy Habermans, nummer 106. En laat hij dat fantastische beest even zien aan het publiek. En laat het publiek dan een applaus geven als ze er weer zijn.